Mevrouw Miriam Milano is een jonge moeder met twee zonen, eentje van 16 en de andere 12. En het probleem is dat deze mevrouw, de zoon van 12 jaar, die moet er van MOB naar een speciale school. En dat is het probleem. De jongen die zit er al vanaf het schooljaar thuis. Dat betekent dat hij nu bijkans 2,5 maand thuis zit. En de moeder vertelt wat de reden daarachter is. Dat is het eerste waarvoor ze TBN Prime Alert heeft geroepen. En het tweede is dat zij op zoek is naar een andere woning. Ze woont er in een appartement waar ze er 2000 SRD voor moet betalen. Dat is toch een heel hoog bedrag voor haar dat ze maandelijks moet neertellen. En dat betaalt ze, zegt ze, deels uit haar uitkering, want het is een moeder met een visuele beperking. U krijgt ook het telefoonnummer van mevrouw Milano en zijn er personen die haar op haar kunnen helpen, op welke manier dan ook, of het nou is met busvervoer, dat ze de zoon naar school kan sturen, of een woning. U kunt er dus gerust contact opnemen met de mevrouw of met TBN Prime Alert. We voeren u naar het volgende verslag. Ik heb jullie benaderd om mijn situaties wat ik heb. Dus ik wil oplossingen ervoor vinden. Wat is, waarmee zit u? Eerste punt is dat mijn zoontje niet naar school gaat. Dus wat is de reden? De reden is dat hij geen vervoer kan vinden om naar school te gaan. En omdat ik een lichte visuele beperking heb. Dus daarom kan ik hem niet op de hoek brengen om naar school te gaan. Ja. Dus u woont in de Vredeslustweg. In een van de zijstraten. En u dient hem op de hoek van de Indira Gandhi weg te brengen. Ja. En vanwege uw visuele beperking lukt dat dus niet, zegt u? Jawel. En hoe lang zit hij intussen dus al thuis? Sinds begin van het schooljaar is hij niet naar school gegaan tot nu toe. Dat is al dus plus minus oktober, november, december, bijna 2,5 maand. Jawel. Mm-hmm. En in welke klas moest hij nu zitten? Hij moest eigenlijk in de zesde klas zitten, want hij wordt 12. Maar hij heeft een beetje achterstand, dus hij kan niet op de normale school. Daar hebben ze hem op MOB gezet. Ja, op welke school zat hij er eerst? West 1 Santo dorp. En daar heeft hij gezeten in tot welke klas? Eerste tot derde klas. Hmm. En van die overstroming is hij naar de vierde gegaan. Ja. En waarom kan hij daar niet langer? Hij kan niet mee met het... Dus wanneer die leerkracht dingen schiet, dus kan hij niet direct. Dus hij is een beetje achter. Hij heeft een leerachterstand. Jawel. Okay. En u heeft hem toegebracht naar MOB. Ja. En MOB heeft hem waar geplaatst? MOB heeft hem geplaatst op MOB-school. Ze zeggen één is op Flora en één op Para. En waarom heeft u niet geprobeerd op Flora? Ik was naar Minof gegaan, hebben ze gezegd, ze gaan me bellen. Tot nu toe hebben ze me niet gebeld. Ja. Hij heeft ook een brief, mag ik even die brief in de stoel. Uh-huh. En weet u wat dat ding is ook? Ik heb ook geen dochterskaart. Ik had dochterskaart vroeger, maar ik moet lopen van hier naar daar. Uh-huh. Laatst had ik een ding gekregen, een steenpuis. Is 1000 SRD moest ik gaan betalen. Dochterskaart zelf heb ik niet voor mij en mijn zoontje. Dus dit is een verkort psychologisch onderzoek van uw zoon. En ja, staat er een heleboel dingen. In feite zijn deze dingen een beetje privé. Wat men allemaal heeft onderzocht en hij kan mondeling, verstaanbaar communiceren. Hij is gemotiveerd. En wat ze ook verder aangeven is dat, ja, alles wanneer ze, toen ze bezig waren met mozaïeken, matrix, laag gemiddeld, plaatjes ordenen, laag gemiddeld, situaties, substituties, laag gemiddeld, patronen, ruimtelijke oriëntatie, laag gemiddeld, zeggen ze over je zoon.
En advies is speciaal basisonderwijs op moeilijk lerend niveau. Dat is een vervolg, ja, dus ja, hij moet, dat is wat men uit het verkort psychologisch onderzoek blijkt. Speciaal basisonderwijs op moeilijk lerend niveau. En er moet een aantal kopieën verzonden worden naar een aantal plaatsen. Heeft u dat gedaan? Jawel. Ja? Bijna op 8 plaatsen moest u dat allemaal sturen. En men plaatst ook een opmerking. De testresultaten zijn een momentopname en geven thans geen volledig beeld van de cognitieve vaardigheden van de cliënt. Voorzichtigheid is geboden bij interpretatie van de testresultaten. Vanwege het feit dat de moeder naar Paramaribo moest vertrekken, is deze case met spoed opgepakt en is een beknopt verslag van het psychologisch onderzoek afgegeven. En namens deze, dus de psycholoog van MOB. Nou, dus dat klopt wat u allemaal zegt. Dus MOB heeft hem verwezen, zegt u. Ja. En u zegt, omdat u met uw visuele beperking hem niet op de hoek van de Indira Gandhi weg kan zetten, maar zo verliest hij dus dan onderwijs. Zo kan hij dan niet naar school, mevrouw. Nee. Mm-hmm. Dus ik zou graag willen dat ik een hulp kan vinden dat om vervoer dat hij naar school kan gaan. Ja. Want dan is het ook een beetje lastig dat hij thuis bleef. En u zei me, u wilde ook u bent op zoek naar een andere woning. Want waar u nu hier bent is een appartement. En daarvoor betaalt u 2000 SAD, zei u. Mm-hmm. Dus als ik een woning kan vinden, dus... Al heeft iemand een woning, hij gebruikt het niet, of die persoon gebruikt het niet. Als ik alleen stroom en water, al moet ik tot 1500 betalen, is het niet erg, maar zodat het beter kan zijn voor mij. Ja. Waaruit betaalt u dit? Want u werkt niet. Ik krijg financiële bijstand, 3000 SRD per maand. En dat ik betaal de huur 2000. Er blijft 1000 over en ik krijg ook van andere mensen spullen en zo. Mm-hmm. Ja. En overleeft u het daarmee? Nee, is echt weinig, maar ik doe mijn moeite wel. Want omdat ik 2 jongens heb, die andere is nu in een stichting en deze is bij mij. Ja. Misschien een beetje een lastige vraag, maar de vader? Ze worden niet verzorgd door hun vader, geen van beiden. Hij kijkt niet om naar de kinderen? Nee, met 2 verschillende mannen heb ik die kinderen. Mm-hmm. Ja. Nee, dat vroeg ik. En hij kijkt niet om naar uw zonen? Nee. Hij is 12, hoe oud is de andere? Die andere is 15, hij gaat naar 16. Mm. En die is in een opvang? Ja, hij is bij Stichting Stem. Gisteren heb ik hem gebracht. Mm. Maar waarom is hij daar? Want Stichting Stem vangt toch mensen met... vertelt u zelf. Dus hij bleef bij mijn moeder op Wageningen. Ik ben niet van de stad, ik ben van Wageningen. Dus daar ging hij echt een keer. Dus daar heeft mijn moeder een plaats voor hem gezocht, zodat hij daar kan blijven. Maar hij leert wel op school. Hij zit in de 2e milieu. Hij gaat wel naar school. Ja. Jawel. En je hebt geen opvang voor hem gezocht? Dus hij zou eigenlijk in Nikeri wonen bij Kudabaks. Ik weet niet of u van die plaats heeft gehoord. Kudabaks. Nee. Ja. Maar weet u wat dat ding is? Ik kan niet alleen blijven hoe ik die beperking heb. Omdat ik s'avonds echt niet alleen over straat kan. Okay. Ja. Dus jullie ondersteunen elkaar als het ware? Ja, brengt me. Dus wanneer ik naar de winkel of zo moet gaan. Ja, dan begeleidt hij u. Ja. Oké. Okay. Dus wat u vraagt is dat uw zoon naar school kan gaan. Vervoer, zei u. Jawel. En het andere is of u een woning kan vinden tot 1500 SRD. Jawel. En dat moet zijn ergens in Paramaribo. Ja, in Paramaribo, maar niet op Komowene. Omgeving, al is het op Santodoro, Parapasir, dus een betere woning, want het is ook lastig voor mij als het 's avonds is dat ik naar buiten moet komen om naar toilet of te gaan baden. Ja, ik heb opgemerkt dat jullie badtoilet buiten is. Ja. Nee, goed. We plaatsen uw nummer.
En we hopen dat mensen dan contact met u opnemen en kijken wat er dan uit de bus komt, ja? Oké. Tijdens geplande werkzaamheden aan een van de hoogspanningslijnen vanuit Afubakka is hedenochtend, zaterdag, omstreeks 6:25 uur, een storing opgetreden waarbij de lijn die in bedrijf was is uitgevallen. Als gevolg hiervan kwam het EPAR-gebied Paramaribo, Para, Wanica, Komowene en Saramaka voor circa 2 uren zonder elektriciteit te zitten. Ongeveer 60% van de elektrische energie die nodig is om de vraag in het EPAR-gebied te dekken, is afkomstig van de SPSC hydrocentrale. Hiernaast wordt het EPAR ook voorzien door de thermische centrales van SPCS en de NV-energiebedrijven Suriname, de EBS. Als gevolg van dit tekort is het beveiligingssysteem van het netwerk aangesproken met de blackout als gevolg. Na herstelwerkzaamheden op de lijn vanuit Afubakka komt de EBS weer overgaan tot het voorzien van de verschillende gebieden. Rond 8 uur vanochtend werden de eerste gebieden geleidelijk aan weer voorzien van elektriciteit en tegen 9:35 uur was de stroomtoevoer naar het EPAR-gebied volledig genormaliseerd, aldus de EBS in een persbericht.